Dag dames en heren. Vandaag belooft het een vriendelijke augustusdag te worden met veel zonneschijn, maar zeker vanmiddag toch ook wel stapelwolken. Boven Schotland is afgelopen nacht een hoogdrukgebied verder tot ontwikkeling gekomen en dat blijft er nog even liggen. De wind waait bij ons uit noordoostelijke richting. Er trekken inderdaad af en toe wel wat wolkenvelden over, met name morgen later op de dag... Voorlopig zit er geen regen aan te komen. Vandaag een droge dag in heel Nederland, met veel zonneschijn, ook stapelwolken, zeker vanmiddag. Een bries uit noordoostelijke richting, matig kracht 3 tot 4. In het Waddengebied misschien later op de dag wel eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Daar wordt het maximaal een graad of 20. Landinwaarts komen we op zo'n 22, lokaal zelfs 23 graden uit. Morgen lijkt het weerbeeld sterk op dat van vandaag. Flink wat zonneschijn, ook stapelwolken. Later in het noorden meer bewolking. Daar kan zelfs nog een enkele bui uit gaan vallen later op de dag. En de dagen daarna ook dan regelmatig zonneschijn. Maar vooral in de middag landinwaarts toch ook wel het risico dat er een keer een bui tot ontwikkeling komt. En het is aan de koele kant. De temperatuur later in de week komt op maximaal zo'n 19 graden uit. Fijne dag verder.